Twee maanden geleden leefde de angst voor het blauwtongvirus massaal onder schaaphouders binnen de regio. Sinds eind april is er eindelijk een vaccin tegen blauwtong en nu worden de eerste schapen dus ingeënt. Kinderboerderij Hof van Kaartje is ook al druk bezig met het regelen van het vaccin. Aanstaande maandag worden hier de eerste schapen ingeënt tegen het blauwtongvirus. Antoine Laurent sprak over zijn 18 schapen, de kinderboerderij en wat voor invloed het blauwtongvirus en virussen in het algemeen hebben op de kinderboerderij. Voor de meeste mensen, die hele schapen is heel belangrijk en voor ons ook wel. Maar wij zitten in een gebied waar nog heel weinig blauwtong of is. Laurent vertelt dat blauwtong voornamelijk gesignaleerd wordt in andere provincies en er daarom voor gekozen is om in het westen van Nederland te beginnen met het vaccineren van de schapen. Hierdoor is hij maandag pas aan de beurt met zijn dieren. Gelukkig hebben zijn schapen nog niet geleden onder het blauwtongvirus. Nee, daar hebben we nog niks mee te maken gehad. Dat is het gebied van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Vroeger had hij wel meer last van virus onder zijn dieren. Niet alleen zijn schapen moesten er toen aan geloven. Bij de varkens en bij de koeien, maar dat is alweer zo lang geleden. En lang geleden kan het inderdaad zijn, want Laurent heeft al ongeveer 20 jaar zijn kinderboerderij Hof van Kaartje in Biegen. De dieren die toen slachtoffer waren van verschillende virussen werden uiteindelijk ook ingeënt. Dat moet ik logeren voor de varkenspest en voor de andere ziektes van de varkens, ook influenza. Nu hoopt Antoine Laurent vooral dat zijn schapen door het vaccin blauwtong bespaard blijven. We zijn al jaren bezig geweest met de vaccin te ontwikkelen. Maar dat is nu over eind mei is erbij gekomen, dus dat mag dat weer. Of dat kan nog, zo is het. Er gaat nu een einde komen aan het blauwtongvirus in Nederland. Het virus dat in september 2023 uitbrak, kan nu eindelijk bestreden worden met een vaccinatie voor de honderden schapen die eronder lijden. Gelukkig ontspringen de schapen van kinderboerderij Hof van Kaartje de dans en zijn ze vanaf maandag goed beschermd.